Goeiedag jongens. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de Overtoom. Wat is de Overtoom voor straat? Wat kun je er doen? Wat is te beleven? En bovenal, wat voor geschiedenis heeft straat? Waarom heet de Overtoom zoals hij zo heet? Kom met me mee. Nou, dat kan eigenlijk helemaal niet, want je zit achter een computer of een scherm. Maar meeluisteren en dan ga ik jullie vertellen. Misschien ben je wel eens op de Overtoom geweest, maar voor de mensen die dat niet weten waar die ligt. Hij zit tussen de Kinkerstraat, of eigenlijk misschien beter gezegd, de Kinkerbuurt en het Vondelpark in. Je kan makkelijk van het Leidsplein naar het Surinameplein andersom. En soms, als je even geen zin hebt in bootcamp lesjes of andere zonneaanbidders in het Vondelpark, is het een goede weg om snel de stad te doorkruisen. De Overtoom wordt eigenlijk 1345 voor het eerst omschreven. Niet als de Overtoom, maar als de Heidenweg. Amsterdam was nog een kleiner dan nu. En je had bijvoorbeeld stadsmuren waar de Overtoom op de Heiligeweg toen buiten lag. De Heiligeweg heette de Heiligeweg omdat er een mirakel van Amsterdam was gebeurd. Iemand was ziek geworden, die had een hostie gekregen omdat hij dood zou gaan. Uitgekost, die was weggegooid en in de fik gestoken. Maar uiteindelijk bleek de volgende ochtend de hostie toch nog ondanks het vuur te leven. Groot feest, iedereen naar Amsterdam toe. Alle katholieken van over heel Nederland moesten dat zien. Die kwamen allemaal via de Heilige Weg naar dat plekje waar het allemaal gebeurd was. Je hebt nu natuurlijk nog steeds een stukje Heilige Weg, maar de Overtoom zoals hij nu is, was ook een corridor naar die Heilige Weg toe. De Overtoom werd ook wel Overtoomse Vaart genoemd, omdat dit eigenlijk allemaal water was, wat je ziet. Hier kwamen dan bootjes langs om naar de stad toe te gaan. En ja, dat was dus eigenlijk ook een kade. En heel veel van dit soort huisjes waren toen aanwezig. Uiteindelijk pas is het in de 20e eeuw is het pas gedempt. En kunnen we ook aan de andere kant van de Overtoomsvaart, namelijk wat hier water was, werd hier gebouwd. Dus al deze bebouwing is dus ook allemaal van een later datum. In 1515 wordt er een dam gebouwd tussen de Schinkel en de Korsverloren Kade. Dit betekent ook meteen het einde van Overtoom als Heilige Weg. Hij wordt de Overtoom genoemd vanwege de Overtoom die geplaatst wordt bij de dam. Maar ja, dat zegt nog steeds niks. Want ja, wat is een Overtoom? En daar, jongens en meisjes, ga ik jullie laten zien. Ik sta nu precies op de plek waar die dam was in 1515. Dat is namelijk tussen de Kostverloren Kade, die aan die kant is, achter mij, en de rivier de Schinkel, die ook al heel oud is en hier achter mij ligt. Hier was dus een dam en op die dam was een Overtoom geplaatst. Kijk, daar hebben we dan. De enige echte Overtoom. Mooi, aan de onderkant wordt het beschreven. En dat zie je dan in het midden. Je ziet daar een schip dat wel tegen de kade op lijkt te varen. Een Overtoom is dan ook een plek waarbij een schip van de ene water naar het andere water getild kan worden. Nogal handig als er een dam is waar je dus niet doorheen kan zeilen. Sowieso is het in deze periode dat het vrachtverkeer bijna uitsluitend over water gaat. De wegen zijn eenvoudigweg niet goed genoeg om over te gaan, zeker in tijden van regen of in de winter. Vandaar dat het water een mooie uitkomst biedt. Maar ja, kom je op je tocht een dam tegen en je wil echt naar de andere kant, dan heb je een Overtoom nodig. Die Overtoom die kun je nog steeds zien in de brug die hier wordt gemaakt. Daar om die Overtoom heen werd ook allemaal nieuwe bedrijvigheid gestart. Er kwamen restaurants en Nutella shops en Airbnbs. Allemaal om mensen die daar ook moesten overnachten omdat ze bijvoorbeeld te laat waren om de stad nog in te gaan, een plek te geven. Het wordt wel zo leuk voor mensen dat in het weekend, als mensen nog iets buiten willen doen, dat ze dan naar de Overtoom toe gaan en een er leuk uitje van te maken. Daar worden zelfs liedjes over geschreven, kinderliedjes. Bijvoorbeeld het volgende liedje. Schuitje varen, theetje drinken, varen we naar de Overtoom. Wat zie je dan nog van die tijd van de Overtoom? Ja, niet heel veel, want op een gegeven moment werd de dam weggehaald en werd er een brug gebouwd. Er zijn een aantal gebouwen hier dat wel nog herinnert aan die periode. Bijvoorbeeld hier aan de overkant. En natuurlijk, zoals we zagen in de brug zelf, prachtige kopstenen. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt.
uiteindelijk is de Overtoom niet meer een Overtoom en wordt vervangen door een sluis in 1809. Na 1809 is een lange tijd een sluis die uiteindelijk in 1925 door de sluis bij de Nieuwmeer wordt vervangen. Het stoppen van de Overtoom betekent natuurlijk ook het sterven van een prachtige beroep van sterke man om boot over een Overtoom heen te trekken. Die moeten iets anders gaan doen. En het is zo dat iedereen die langs deze brug komt, langs de Overtoom komt. Vond je dit nou leuk? Geef dan een like en abonneer op dit kanaal. En dan ga ik binnenkort een keer kijken wat er nou op jouw straat te beleven is.